Welkom hier aan de Hammerweg, vlakbij het Nico. En in dit gebouw waar Henk Schuurhuis zijn museum heeft, waar wij vanmiddag een paar uur genoeglijk met elkaar verblijven. Bijzonder welkom. Ik ben er zeer blij mee dat u met zo'n grote getale gekomen bent. Het is natuurlijk ook prachtig weer. De HGO bestaat 15 jaar. Dat hebben wij al eerder dit jaar aangekondigd. En gezegd van, we gaan op één middag een paar uur wat gezelligheid bieden aan de leden. De verrassing die komt nog, maar dat ziet u straks wel. 15 jaar, ja, je zou kunnen zeggen, nou wat is dat nou? Ja, dat is in een mensenleven is dat heel weinig, dat is het begin. Maar dat is voor de vereniging net zo goed. Dat neemt niet weg dat je daar best even bij stil kunt staan. Ik was niet van plan om verder terug te kijken, want dat hoeft niet. 15 jaar is niet zo lang geleden. Maar er zijn natuurlijk hier een aantal mensen die van het eerste uur af aan betrokken zijn geweest bij de oprichting van de HKO. En ik noem geen namen, want velen van u, zo niet iedereen, weet wel over wie ik het heb. En die mensen mag u wat mij betreft best een applaus geven zonder dat ik een naam noem. En voor het overige wens ik u heel veel plezier. Ik ben laat bij de buurvrouw West, dat mens is toch zo'n kring. Ik zeg, ik leur een kruwaan vol met kippenkatel breng. Ze keek mij wat verwonderd aan en aan de schouders op. Ze zei, wat moet ik met die kattels, die ruimt ze zelf maar op. Bij ons ver u, door is het altijd prettel. Bij ons ver u, de litte kippenkuttel. Toen ik de buurman is vriendelijk gevraagd, wou toch eens een rennen. Ze ruimte voor de kippenloop met een hakkie voor de henne. De buurman wil er niks van weten, zo eng wie zei ze wel. Wie zei die kippen moet loslopen, want dan komt ze mooi in het vel. Bij ons ver u, door is het altijd een prettel. Bij ons ver u, daar ligt de kippenkuttel. Die kuttels lengt de kippen mee, dat eier tegen de buur. Raak dan eens een ijverjat, nou dat stort ze steeds te vluren. Ik heb de moed genoeg opgegeven, met deze ware hel. Maar raak dan weer die buurvrouw zie, dan kreeg weer kippenvel. Bij ons ver u, door is het altijd prettel. Bij ons ver u, daar ligt de kippenkuttel. Bij ons ver u, daar ligt de kippenkuttel. Dank u. Dat doe ik zo. En nou is het gebeurd. Nou heb ik die van u en u hebt die van mij. Ja, het is gelukt. Nou, nog een keer. Nog een keer. Ik die van u die van mij. Nog een keer. Nou doen we het andersom. Hou vast. Dan doe ik zo. Nou heb ik ze allebei. Oh, sorry. Wat fout, sorry. Doe eens open. En wij doen zo. Nou, logisch, hè. Ja, hè? Ja. Ik heb nog niet zitten. Het Landbouwmuseum van Henk Schuurhuis en van Douwe Bron opent op 23 mei. Uitgerekend is dat enkele maanden. Maar er is erg veel succes met dit museum. Dat zou je ook uit gastenboek als u dat leest. Dus wat dat betreft zou ik jullie aanraden om nog een keer weer te komen. Wanneer er wat meer tijd is en wat meer ruimte. Ik wil eventjes nu het woord geven aan Henk Schuurhuis. Ongetwijfeld dat iedereen ontzettend nieuwsgierig is van die werkelijke kosten. Het zijn ook uiteraard de exacte bedragen van 1964. Nummer 1 was de vakjeschulder. 760 gulden. Oh, dat kan niet. Nummer 2, de gier- en stalmessenstrijder, 190
gulden. De Wederzee, 100 gulden. De Aardappelhork, 24 gulden en 5 cent. De Rolschoffel, 35 gulden. De Straaltafel, 29 gulden 50. En het petroleumstelletje, 19 gulden 90. Stellen we dat bij elkaar op, dan komen we op een bedrag van 1158 gulden en 45 cent. En dan geef ik nu het woord weer aan Arie Boerken, die zal de uitslag bekend maken. Arie. Heb je je bonnetjes nog? Want we willen dat graag even controleren. Dus neem eens even of je bonnetjes er nog hebben. We hebben voor gemak gekeken naar de eindbedragen. En G. Laarman, ze was al heel vroeg aanwezig, die heeft de derde prijs en komt aan totaal aan 1070 euro. Wil G. even naar voren komen? Hold on. Hoe is het, meneer Laarman? G. Laarman. Klopt helemaal. Ja, de prijs wordt u uitgereikt door Aldien. Het is een preventpakket van de Ommermarken. Een kaarsje. Alsjeblieft en gefeliciteerd. Ik denk niet dat jullie allemaal de eindbedragen nou weten. Joka komt vandaag niet, maar haar zus Bea is er wel. Bea Rading, de tweede prijs. Ik hoop Joka dat je vanmiddag ook erg leuk vond. Je gaat in ieder geval niet met de handen naar huis. Bij jou de tweede prijs, gefeliciteerd. En ook het pakket van de Ommermarken. En dan komt het. Het is niet Schuurman. Gelukkig niet. Er zijn er ook wel. Maar er is gewoon een dolvisser met 1195 gulders. Maar dat maakt niet uit, mijn jongens, want het is, misschien is het allemaal hetzelfde. 1195 en de eerste prijs voor dolvisser. Gefeliciteerd, Dolf. En ook een pakket van de Ommermarken. Tot zover wat betreft deze quiz. Welke kaart is dit? Ja, je mag het nu ook even open laten. Klaver 7. Oei! Oei! Ja, maar de helft. Ja, dat is een. Nee, de helft van 7 is. Ja, en dat is dus die kaart die ik had. Dus de helft van 7 is 3,5. Dus ik heb het goed. Ja, snap je? Ze klapt voor mij. Ja, dat is het. En frustraties. In donker stoep op een bedrijf. Lekker varken en koeien en kippen. Super geiten en pied en een bier. Die zich overal met wilde muiden. En dan gier en want je kan vuur en dat roze inflatie heeft nooit meer broer in een 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 bro